Toen vroeger bij ons thuis de kerstboom in huis kwam en hij door de familie werd opgetuigd, werden wij op de eerste avond voor het naar bed gaan voor de kerstboom gezet. Mijn moeder wees een lampje in de boom aan en zei: dit is het lampje waarmee we de kerstboomverlichting uit en aandoen. Ze draaiden het lampje uit om het vervolgens de volgende morgen weer aan te draaien. En wij gingen naar bed. En het gebeurde elk jaar dat ik 's nachts speciaal uit mijn bed kwam om het lampje dat mijn moeder had aangewezen weer aan te draaien en een ander lampje uit te draaien. Als ik dan de volgende morgen naar beneden kwam, zat mijn moeder op haar knieën tot 11 uur 's morgens te zoeken welk lampje het toch was. En ze dacht: ik word nu echt oud. En gisteravond heb ik het lampje uitgedraaid, maar ik weet niet wie het lampje heeft. Cor, jij hebt toch het lampje niet aangedraaid? Het is kerstmis!
is de morgen. En allemaal mag zeggen wat ze wil. Nou, dan weet ik al, we moeten weer eens met me open shooten. En daarna nog werken aan de codiciel. Kerst, het mooiste feest van morgen. Je vond het geluk is in de maan. Je zal haast weer gaan geloven, want het komt zo veel naar boven. Maar het is weer brandend maagzuur al zo vaak. Want het is kerst, 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 kerst. En Maria kerst, kerst, kerst. Miranda van Kralingen. Een fantastisch koor. Een koor samengesteld uit zomermensen uit Nederland. Jullie kennen elkaar allemaal niet. Sinds 2 dagen kennen jullie elkaar. Het is 1 grote kerstgedachte zit achter dit koor. Het zogenaamde kerstkoor. Geweldig. Dames en heren, hartelijk welkom bij deze speciale kerst. Mis voor niet-gelovigen. Het is een avond wel een beetje het gevoel dat je op kerstavond rond 11 uur, als je niet-gelovig bent, dat je altijd wel zingt, maar je weet nooit ja, wat je moet zingen en hoe je moet. Die gelovigen zitten allemaal in de kerk, zitten allemaal in één hok en die hebben het heel erg naar zin. Maar wij niet-gelovigen, we voelen ons altijd een beetje kwetsbaar. En daarom dachten we, laten we een speciale, gezellige kerstavond houden voor niet-gelovigen. Met allemaal lekkere liedjes, met gezellige dingen. En dat we een beetje praten, mijmeren over deze dagen. Gewoon dat we lekker met elkaar soppend tot één fijne moeras komen. Ik moet er wat zeggen. Ik wil even, wie vindt kerst echt helemaal niet leuk? Wie zegt eerlijk van nou, kerst mag mij gestolen worden? Ja, jij? En wat is je naam? Martin. Martin. Ja. En waarom vind je kerst niet leuk? Ja, al die concerten. Want jij bent van, je moet even, je bent van een koor, hè? Want het is van een jongere. Ga even staan, jongens. Even zoals de dirigent doet. Oké. Ga je ook even staan daar aan de buurt? Even staan, allemaal zo. Nee, sta. Ja, mag ik. Maar jij al zeggen dat die mensen moeten staan. Ah, toen is de dirigent is een staan. We zitten weer. Ah. Dames en heren, dirigent Marjel Lustenhauer. Echt een tirannetje. Maar ja, jij vindt kerst niet leuk omdat je heel veel concerten moet doen. Maar dan ga je er van het koor af. Ja, gut. Nee, heel moeilijk. Ja, maar buiten kerst is het wel heel erg gers en leuk en zo. Buiten kerst is heel erg gers. Ja. Met het koor. Met het koor, ja. Maar je vindt alleen het optreden, je vindt het repeteren veel leuker. Ja, maar het kerst is ook alles in één keer. Het was zondag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag en nu ook nog. Je vergeet de maandag. Nee, ja, dat zongen we niet. Zondag, dinsdag, ik begrijp het. Je bedoelt dat één groot, dat je hele week... een concert hebben gegeven met het koor. Oh, voor kerstmis en na kerstmis, tussenkerst. En wanneer ben je dan klaar? Ja, dit is het laatste. Oh, is morgen lekker vrij? Ja, uitslapen en zo. Dus niet echt kerstvieren. Oh, nee. God, wat ben je een hele optimistische jongen. Ja. En denk je ouders er ook zo over dat ze kerst liever vergeten? Ja, eigenlijk wel. We doen ook niet zoveel aan kerst. Nou, u kunt zich nu ophangen als u wilt thuis. Jezus, ik ben helemaal aan de Prozac moet ik nu. We hebben gevraagd of de mensen allemaal een foto wilden meenemen van een kerstboom. Of hoe het een beetje thuis is. Hebben jullie dat gedaan? Ja. Laat eens zien, hebt u kerst... Nee. Waarom niet? Oh, jullie horen bij het personeel van hier. Ik vind het allemaal lekker op een goede plek. Hebben jullie andere mensen kerstfoto's bij zich? Laat eens zien. Meneer. Oh ja, nou, wat een mooie boom. Hoeveel heeft het gekost? Geen idee. Geen idee? Heeft je vrouwtje het gedaan? Of heeft het laten nou? Doen, ja. Oh ja, mannen doen dat niet, hè. Mannen doen dat niet. Die brengen alleen oma knalbes open naar huis op tweede kerstdag. Wie krijgt moeder op bezoek eigenlijk? Wie krijgt moeder op bezoek? Even de vingers. Jullie. En wat drinkt ze veel? Sherry. Ja. En hoeveel? Liters. Echt waar? Ja, ze komt ook 3 dagen. Oh, om af te kicken de derde dag. Het is haar moeder zeker? Met je eigen moeder drinkt niks. Is er... Oh ja, wel juist. Ja. Nog meer? Ja. We hebben een gezellige sfeer. Je hebt een plavuis, is ook leuk. Als moeder kotst, dan kun je het gelijk weer opruimen. Heb je plavuizen gezien? Waar is dit? In Twisk. Oh, wat leuk, joh. Ja. Het is een heel pittoresk dorpje naast Twisk. Of Twas? Ja. Waar ligt Twisk? Vlak bij Truts. Ja. Vrolijk kerst. En wat is er nu? Een boom in de zon.
Ja, met heel, heel weinig paarse... U heeft echt een beetje bezuiniging, Boom, hè? Ja, ja. Ik heb een keer bij kerst een blauwtje gelopen. Vertel ik jullie. Lach, er nog meer kerstfoto's, jongens? Laat zien. Even kijken. Even zien. Kom even die kant op, als je... Zeg, die trui. Is dat een kersttrui of dacht ik doe gek? Kersttrui. Oh, die ben jij in bij de boom? Ja, net ver. Ben je alleenstaand of niet? Nee hoor, netjes getrouwd. Oh ja, waar is die man dan? Thuis aan het fonduwen. Ook op die foto die de foto nam, is hij thuis aan het fonduwen? Nee, nu is hij aan het fonduwen. Oh, waar kom je vandaan? Diepenheim. Hè? Diepenheim. Wat? Ja. Diepenheim, wat leuk. Twente, Enschede in de buurt. Maar ik vind weinig ballen die je erin hebt gegooid. Ja, dat klopt. Hij was niet af. Oh. Kon er geen roze slingers meer komen. Ik versta dit accent helemaal. Wat zegt ze? Je kon er geen... Kon er geen slingers meer kopen. Oh, je bent want nerveus. Waren... Ja, ja, dan ben je slikt alles in. Ik denk dat gebit gaat ook nog mee. Als je... Dank u wel. Zijn jullie zusjes? Of ja, wat zie je aan de petjes, hè, die erop hebben? Ja, dat moeten volgens mij zusjes zijn. En dit is jouw boom of is dit van wie is deze boom dan? Dit is van ons. Oh, dit is van jullie. Jullie hebben twee kinderen ook. Nee, drie. Oh, de derde, dat is nou geadopteerde. Wat leuk. Die staat alleen op de foto's. Dus hoe lang heb je hem al in huis? Twee weken heb je je zoon al in huis. Nee, oh, de boom. De boom, natuurlijk, sorry. Oh, er zijn er drie. Is je zoontje blind of zijn het gewoon de rode oogjes van het fotostel? Van het fotostel. Oké, goed. We houden het gewoon gezellig. Dat is de bedoeling, want we hebben nog meer. Wie hebben nog meer foto's? Want we hebben namelijk iets bijzonders. Ja, we hebben namelijk iets bijzonders. We hebben namelijk iemand gevonden. Ja, ik kom zo bij. Ik ga jullie zo halen. Oh, mensen, heel gereed. We hebben namelijk iemand gevonden die gespecialiseerd is in paragnosten, kan ik wel zeggen. Het is René. Hij is paragnost. Dit jaar was echt een soort het jaar van de paragnosten. En René is gespecialiseerd in het kijken naar foto's. En aanleiding van de kerstboom kun je zien een beetje in de toekomst van de mensen. Ja. Ach, heeft u een kerstfoto bij u? Nee. Waarom niet? Waarom niet? Waarom is geen reden? Als je trappen valt, dan gaan we beneden. Oké, dat is ontzettend goed. En hoge bomen vangen? Veel wind. Ja, en wie een huisje bouwt voor een ander? Oh, zelf niet? Nee, ik krijg een dakkapel cadeau. Kom eens even, als u eens even gaat staan, dan gaan we u eens gewoon optuigen. Wat vindt u daarvan? Mij optuigen? Ja, we hebben 140 ballen. Nee, komt op de schoot. Gaat u hem even op de schoot van die meneer zitten. Hallo, contact maar. Je hebt marsepein gemaakt, laat eens zien. Ja. Kun je het optillen of niet? Want ja, zeker. Ik zie de mensen dit, ik weet niet. Nou ja. Dat heb je zelf gemaakt. Ja, ja. Ik... Dat is niet zo... Ja, jij zou het eerst voordoen, maar dat deed je niet. Dus ik het zelf maar. Nee, dat is marsepein, hè? Precies, ja. Oké, vertel eens wat je met die marsepein kunt doen. Aan de hand van die marsepein stukjes doe ik helderziende waarnemingen. In combinatie dus met de foto's die de mensen hebben meegemaakt. En dan krijgen ze van mij dus een symbool mee voor naar huis. Ja, ik begrijp het. Kom eens met die foto's. Die foto's hebben, kom. Je vindt ze vast leuk. Wat? Die foto's? Nee, blote benen. Van. Blote benen, jongen, ik ben niet zo. Ik ben met een hele andere kerstgedachte bezig. wacht even, je moet het vasthouden. Van wie is deze kerstboom? Van ons. Van jou. En hoe heet je? Peter Elsendoorn. Peter Elsendoorn. Nou, hou vast en ga pas los. Zal ik hem vast doen? Ja, ik heb alleen het randje af. Heb jij alleen het randje vast? Ja. Oké. Hou jij mijn schaaltje vast? Mag ik ze ook op eten? Of niet? Nee, niet zo brutaal zijn, daar ben ik van los. Moet je luisteren. Jij krijgt van mij een kikker mee als symbool. En waarom krijg je van mij een kikker mee als symbool? Ik wil gewoon dat je wat meer opkomt voor jezelf en dat je wat meer je eigen pad gaat volgen. Je wil heel veel, maar je trekt je eigen gauw een beetje in de schaduw. Dat is eigenlijk een beetje zonde, want er zit veel meer in je mars dan dat je nu laat zien. Ja? Verder wil ik wel dat je lekker je eigen goed ontspant, want je krijgt een uitstraling onder in je nek. Ja? En dat, ja, dat krijg je... Super, wel positief nieuws op deze kerstavond. Dat krijgt hij daarna, dan komen vanzelf de bloemetjes omhoog. Nee hoor, schrik eruit. Ja, dat groeit ze. Moet ik dat leuk vinden? Nee hoor, nee. Okay. Paul die is zo in de buurt. Heb je ooit in Kinderen voor Kinderen koor gezeten of niet? Nee, jawel. Dat is assertief. Zal ik even verder gaan, Paul? Ja, tuurlijk. Okay. Nee. Moet je luisteren, kijk, en als je dan... zal ik hem zelf vasthouden? En daarvoor wil ik ook eigenlijk tegen je zeggen, van moet je luisteren, het nieuwe jaar voor jou. Je gaat het jaar tegemoet en dan zal je zien, het begint heel rustig en dan krijg je ineens wat je hebben wil. Ja, ook qua studie,
zal je veel makkelijker je weg vinden. Ja? En je bent een hele optimistisch jongen naar buiten, maar wees het ook voor jezelf. En dat is heel belangrijk. Nou, heel erg. Okay. Goed, nog één foto laten zien van een oudere mevrouw of iemand die nog een foto bij zich. Kan iemand hier een foto bij zich? Niemand heeft foto's bij zich. Ik wil graag bij die mevrouw komen. Waarom? Die kent u. Nee, ja. Ja, dat is doorgestoken kaart. Je wist toch dat ze komen zouden? Ja, maar wat heb je dat voorbereid? Nee, dat gaan we niet doen. Dat kan ik niet zo doen. Dan ga ik voor. Dan gaan we naar die kant. Oh, nog een foto bij zich. Weer nog een foto bij zich. Oh, daar nog één. Kom, even laat mijn vrouw zien. Ja, die kennen we ook. Kom jij maar even, dat is een jongen. Heeft nog andere foto's bij zich? Oké, deze. Ja, donder op, dat zit mijn foto op. Ik wil is het ook geen foto's bij zich verder? Oh, daar nog een meneer met een foto. Nee, kom even deze kant op. Oh, je moet hem zelf meepakken. Ja, 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 ja. Ga even staan als je wil. Ja. Ja, blijf maar hier staan als je wil, René. Ja? Ja. Dat is makkelijk ook. Maar luister, je mag rustig gaan zitten, meneer. Ja. Maar luister, meneer, wat ik tegen u wil zeggen van... wat voor u heel belangrijk is, veel rekken en strekken. Waarom? Ik voel een stijve onderrug, voel ik bij u. Dat klopt, hè? Ja? Dat klopt? Nee, Paul, niet wat jij denkt. Ik denk helemaal niks. Ik zit wel even daar in. Dat is heel belangrijk voor u. Wat ook voor u heel belangrijk is, zeker meer gaan ademen over de buik. En dat heb ik dus straks al tegen iemand anders ook gezegd, maar het werkt zeker veel beter voor u. Waardoor u veel meer ruimte en energie krijgt. U bent een hele positieve man en u bent meer een denker dan dat u gelijk doet. He, dat is waar, hè? Ja? En daarna zult u ook niet zo vaak de boot misslaan. Ja, want wat u dus eigenlijk wil, dat komt u wel. Alleen wordt er eigenlijk gezegd tegen u, de weg duurt te lang. U kunt veel sneller en eerder uw doel bereiken. Ja? En dat is dus zeker voor het komend jaar heel belangrijk voor u. Maar hoe zagen we het nou in die boom? Moet je luisteren, vriend. Sta je goed? Ja. Oké. Okay. Kijk, hieronder in de boom zie je dat er een opening zit. Ja? Ja. En dat zit in zijn onderrug ook. En als ik dan zijn onderrug zie, dan kijk ik tussen de vierde en de vijfde wervel, dan zie ik een kleine draaiing zitten. En dat zie je ook in die boom? Ja. Heb jij ook een boom meegenomen? Dan krijg ik een beurt. Nee, ik heb geen boom meegenomen en ik wil ook geen beurt. Ja. Maar je bent ook heel goed in ertessoep maken. Ja. Want je bent kok, hè? Ja, ja. En jij gaat voor ons speciaal ertessoep maken. Ik voer je naar de keuken, loop met me mee. Jij gaat speciaal lekkere ertessoep voor ons maken. En terwijl hij ertessoep gaat maken, gaan wij zingen. Want we hebben namelijk liturgie gemaakt. En de liturgie heeft iedereen in zijn handen gekregen. Ik zou zeggen, pak de liturgie. Dan gaan we heerlijk zingen. Een van de beste nummers van de niet-gelovige top 10. Dat is Gloria in Excelsis Deo. Is iedereen er klaar voor? Ook niet. We zitten inmiddels aan het kerstdiner. Het kerstdiner is altijd heel erg belangrijk de komende dagen. Er wordt ontzettend veel gestampt en gegeten. Maar vooral wordt ook veel gepraat tijdens zo'n kerstdiner. En wij wilden eens praten met iemand die iets meer weet van hoe je een kerstdiner het beste kunt doen. Hoe je een diner het beste aan kunt pakken. Meneer De Groot, u bent directeur, u bent van protocol. Chef protocol. Van de gemeente Den Haag. Ja, wat houdt dat precies in? Dat ik het gemeentebestuur ondersteun bij hun representatieve activiteiten. Ah ja, dus u kunt wat meer vertellen over kerstdiners? Nou, over diners in het algemeen en dan ook wel over kerstdiners. Maar het zal niemand verbazen dat het college niet met elkaar
rond de kersttafel zit. Nee, maar u weet natuurlijk uit eigen ervaring hoe je met een kerstdiner het beste kunt gebruiken. Ja. Kunt u nou wat lichte tips geven voor mensen die morgen moeten? En die denken, nou, een paar tipjes kan ik wel gebruiken. Mensen die moeten en niet willen. Nou ja, juist wel willen, maar ik denk van, misschien kan ik het hebben. Ik wil meneer de grootste tipjes. Nou, ik denk ten eerste moet je heel goed beseffen dat als je mensen in huis haalt, dat het huis dan er vrolijk en gezellig uitziet. Ten tweede is kerst natuurlijk vaak een familiefeest. Dus je zit met mensen waar je eigenlijk al het hele jaar mee aan tafel zit. Maar dan moet je toch verrassingselementen inbrengen, want kerst is toch een ander diner dan anders. Nou is dit een programma Kerst voor niet-gelovigen. En dat doet mij denken aan kerst in Scandinavië. En dat heet daar Jule en dat betekent wiel. En daar is men dus bezig met het beleven van de terugkeer van het licht. Want het zonnewiel keert weer terug. De dagen lengen weer. Dus als je dan voor niet gelooft, dat is een tip voor jou, dan kun je dus ook het zonnewiel herdenken. Nou. Dan kun je gewoon zeggen aan tafel, jongens, hebben jullie het al gehoord? Het wiel. Ja, dan zit iedereen, Scandinavisch, je wiel. En dan moeten ze drinken natuurlijk. Ja, maar bijvoorbeeld gespreksonderwerpen. Stel je voor, ik heb een kind wat slecht op school is bijvoorbeeld. Steven, ik heb een kind dat denkt, ja, het is een dom bootje. Hoe doe je dat aan tafel? Hoe pak je dat aan als je een intelligente oom bent bijvoorbeeld? Nou, in dit geval denk ik dat je dan in ieder geval dat soort onderwerpen moet vermijden. Dat alle tijden. Vroeger was het zo, dan als je ergens uitgenodigd werd, hè, dat was dus 100 jaar geleden, dan mocht je over 3 dingen niet praten. Seks, religie en politiek. Nou, als je het kerstfeest een beetje in tot zijn essentie terug, en dan heeft dat dus met al die 3 onderwerpen te maken. Dus dat kun je onmogelijk tijdens het kerstdiner vermijden. Maar dat laten we nu even terzijde. Het is ook al een beetje buiten de tijd om te zeggen van daar mag je niet over spreken. Maar ik denk als je het feest in een gezellige sfeer wilt houden, dan denk ik dat je bijvoorbeeld als gastheer, als vader of als moeder, kun je best een openingswoordje aan tafel houden. Even ieder gast welkom heten. Even iets terugblikken over wat er in het afgelopen jaar is gebeurd. Maar positief, niet zeggen van God. Positief. En dan natuurlijk niet over die. Nou ja, we hadden het over de rapportcijfers. Dat vind ik een beetje veiliger. Je bent blijven zitten, maar we gaan lekker nu eten. Maar we gaan toch lekker eten, ja. En dan bijvoorbeeld moeder niet over de make-up van de dochter en dat soort dingen. Maar de kinderen moeder net niet zo over goed. De make-up van de dochter? Ja, dus, moeders vinden vaak dat de dochters zich iets te veel opmaken. En dan kun je, dat is dan ook een gevoelig onderwerp. Net zoals de slechte cijfers van de zoon. Dat heb je altijd wel wat. We zijn allemaal toch een hele preuts. Als je nou ruzie gaat maken over het feit dat de dochter. Jij bent ook lelijk opgemaakt. Als die dochter lelijk opgemaakt zijn. Dat is toch niet, dan ga je er niet ruzie op maken. Nee, je moet toch een soort gevoel hebben. Met wat voor gevoel moet je aan tafel stappen? Nou, zeg nou eens wat we. Nou, met een blij gevoel. Horen. Met een blij gevoel van nu zijn we bij elkaar. En bijvoorbeeld, als je nou in een gezinssituatie, dan heb je allemaal vaste plaatsen. Moeder aan het ene hoofd, vader aan het andere en de kinderen ertussenin. Ga nou eens anders zitten. Krijg je ook andere onderwerpen. Ja, dan heb je andere buren. Dus, echt, het werkt. Dus je gaat moeder, zeg je dan in het midden, de kinderen aan het hoofd van tafel. Precies. En vader kookt ook. Ja, en vader kookt dan. In plaats van moeder. Hoe ja, we hadden net al een meneer die niet kookt, toch? Ja, maar hoe zit het met moeders die, of hoe zit het met als je gast bent en je kent bijvoorbeeld niemand? Heb jij nog een leuke tip voor? Nou, als je dus gast hebt, die moet je natuurlijk altijd door elkaar zetten. Wat je kunt doen is op het kaartje, wat iedereen voor de placering, maar dat is altijd heel belangrijk, dat je mensen naast elkaar zet die een beetje gezellig met elkaar door één deur of door de bocht kunnen. En je kunt op dat kaartje kun je zetten van iets over wat iemand het afgelopen jaar heeft gedaan. En dan kijk je daar toch en dan gebeurt er iets. Wat ook een hele leuke tip is, bijvoorbeeld een klein cadeautje op tafel zetten, leuk met veel strikken erop. En dan doet moeder in de pudding, doet ze een boon. En dan eet iedereen de hele pudding op, tot uiteindelijk de boon wordt gevonden. En degene die de boon heeft, die heeft het pakje. En zo bouw je zo'n hele avond met allemaal verrassingen op. Je ziet half 3 s'nachts met griesmeelpudding onder je snuffer te wachten tot die boon eindelijk gevonden wordt. Ja. Wat een gezellige sfeer bij u. Ja. Hoe gaat u? Komt u uit een streng katholiek milieu? Helemaal niet. U bent vrijzinnig opgevoed? Jazeer. Ja? Ja. En hoe lang duurde het dan voordat die boon werd gevonden bij u in de familie? Hoeveel broers en zussen had u? 4 broers en 1 zusje. En wie had altijd de boon? Nou, dat deden we op zijn Deens. U komt uit de Scandinavische mijn moeder was Deense. En daar komt het vandaan. Ah, hoe heet uw moeder dan oorspronkelijk? Nina. Flensborg. Flensborg, natuurlijk. Ja. Van de bekende griesmeelpuddingfabriek. Dat is echt een Deens gebruik om een boon in de pap te gooien die dan gevonden werd. Dat cadeautje. Ja. Wat voor cadeautje was dat dan uiteindelijk? Nou, vaak bijvoorbeeld een kerstmok of zoiets. Wat dus mannen en vrouwen kunnen hebben. Want die moeten niet een typisch, je weet wel, cadeautje erin.
Je weet welke deuk. Nou ja, dat je dus typisch of voor dames of voor jij. Het moet dus voor een algemeen beterlei kunnen. En hoe heet een kerstmok in Deens? Een joerlijkluk. Een joerlijkluk, ja. Ja, natuurlijk. Gewoon een joerlijkluk in de beuning en de riesbepeuning. Precies, ja, ja. Nou, bedankt voor deze leuke tips. En hoe gaat het met afruimen? Nou, dat hangt vanaf. Als de bediening is, dan heb je daar geen zorgen over. Nee, maar als dus de familie aan tafel dan helpen we allemaal een beetje. Zijn we met vader? Mee. Wij zijn de zeven dwergen. Ja, ja, hoe gaat het dan? Sneeuwwitje staat bij de... Oh, Sneeuwwitje. Bij de en Sneeuwwitje staat erwtensoep te bakken. Nou, wij, ik denk dat je kunt helpen, maar vaak is het zo dat de gastvrouw toch één of twee verrassingen in de keuken heeft staan. Dus die wil niet dat iedereen een hulp met alle... En dan nog twee verrassingen. En de boon, natuurlijk. Oh, het mag ook niet meer zien. Avond wordt het. Maar je moet natuurlijk wel hulp aanbieden, maar als die gastvrouw zegt tot hier en niet verder, dan moet je dat ook respecteren. Dus de borden naar de keuken en verder niet komen. Laten knelderen en dan gewoon weer terug naar de tafel. Ik reken het daar al op, ja. Nou, voor deze keer zal ik een tip geven. Je kunt namelijk afruimen, maar je moet altijd door één iemand laten doen. Dat is het beste. Die kan dan alle controle uitvoeren. De rest mag aan tafel helpen. We gaan het record afruimen nu verbreken. En we proberen het in zo'n kleine twee minuten te doen. Dat doen we onder fijne, stemmige muziek. Het bekende nummer Jingle Bells, maar op een geweldige manier gebracht door een enorme goede zangeres. Een grote vriendin van me. Het is echt een, het is gewoon mijn moeder. Ze zingt Jingle Bells. Hier is Gretje Kouwveld. Yeah! Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. Over the field we'll go, laughing all the way. Cows and bobtails ring, making spirits bright. Oh, what fun it is to sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. A day or two ago, I thought I'd take a ride, and soon Miss Fanny Bright was seated by my side. The horse was lean and lank, his fortune was his hank. He got into a drifting bank, and then he got upset, upset. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dashing through the woods of night in this happy summer night. Here we go in the snow. La 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 la. Jingle bells, 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 jingle bells. Ja, maar ja, dus je deed je bandje om. Ik deed een reddingsbandje deed ik om en ik zong met water in. Maar wat nee, we kwamen daar, het was een grote brand en je zat even te kijken. Ging een raam open op één etage hoog verderop. Nu vrouw begon te praten, ik kon er niks van verstaan. Dus ik zei aan het leeggeven een kontje, dus ik ging naar boven toe via de voorgevel. En die vrouw zei van kom naar achteren. Het huis is plat dak, is niks aan de hand. Dus we gingen naar het dak toe, inderdaad, niks aan de hand. En toen zei die vrouw van weet je trouwens dat er ook nog mensen boven die bar woonden. En dat wisten we helemaal niet. Dan hebben we wat stenen gepakt en
door de ruiten gegooid. En toen hoorden die dames hier hoorden we gillen. Ja, dan moet je wat. Er zat een steegje tussen van een meter of vier. Ik heb een ladder gepakt, horizontaal over de reling heen gegooid door, ja, door een keukenraam en toen naar binnen geklommen op mijn pieter. Ja, daar weet ik alles van. En toen gegild dat ze naar me komen. Jee. En ze kwamen niet of naar me toe. En over het laddertje terug, op de knietjes en naar het platte dak. Maar, toen hebben die, want jullie zijn naar beneden gegooid of hoe ze het gegaan hebben, op je schouders? Oh, nee. Gewoon achter je aan gesjouwd? Ik op mijn schouders, ik was het engeltje dus. Ik schouders van die twee meiden over dat trapje heen. Maar had je nog wat aan opgelopen? Ja, en dan ligt daar koolmonoxidevergiftiging. Ik heb anderhalf uur zuurstof mogen happen in het ziekenhuis. Oh, maar je bent er wel goed vanaf gekomen. Ja, behalve de smink hoor ik net. Nee, dat is een grapje. Dat is gewoon een leuk gebbetje. Ja, gebbetje, moet kunnen, hè. En ben je geordend? Heb je er... Ik heb er een eremedaille al over. Oh ja! Van het Carnegie Helderfonds. Van het Carnegie Helderfonds? Ja, dat is de hoogste onderscheiding die ik kon krijgen. Ja, is het ook een Deense onderscheiding of zo, of niet? Ik geloof het niet. Een Amerikaanse onderscheiding. Oh ja, en heb je hem bij je? Ik heb hem niet bij me. Is het een stukje wat je op je... Het is een stuk zilver en een medaille erbij. En wat hebben jullie gedaan toen jullie weer bijkwamen en opeens... Wij hebben achter op het dak gestaan. En staan wachten totdat we eindelijk weer... Nee, maar af en toe gered. Waar heb je hem nog bedankt? Heb je hem nog mee uit eten genomen? Of heb je een videobrief geschreven naar Robert de Brink? Of? Nee, we hebben een bloemen gegeven en een grote bedankbrief en een heerlijke kus. Oh, wat romantisch. Alexandro, Italiano, pronto. Sì, zeker. Ja. Wat is jou overkomen? Nou, ik was op een maandagmiddag bij het restaurant. Ja, nu hebben we al gehoord dat je Italiaans bent. Ga door. Dat is iets te overdreven, okay. Alexander, weet je zelf ook natuurlijk wel, hè? Oké. Okay. Ik was beklemd in de deegmachine. In de deegmachine? Ja, zo'n grote machine waar ik mijn deeg in doe. Ja? En ik was aan het schoonmaken en die machine stond aan. Maar ik kan beter bijkomen als die aan is. Geen twee minuten later kwam ik met het doekje achter het deegmachine en nam die mijn hand mee. Ach. Dus ik probeerde toen, ik lag op de grond met mijn hand zo en hij deed ze, ik roep hem help. Maar er kwamen mensen langs, maar niemand hoorde het. En ik had nog mijn brood in de oven die aan Shit. Ja jongens, echt Italiaans, dan kost je klaar met geld. Shit, en toen? Mijn brood stond aan verbranden. Want, maar je hebt toch al wat hele families in die Italiaanse winkels? Hele... Nou, ik was alleen daar. Dus ach, waar waren je ouders en je 40 keer de broertjes en zusjes dan? Allemaal thuis. En je dus, gilde, en toen? Ik ging om help roepen en zo, maar mensen kwamen langs en... Lachten. Ze kijkten allemaal naar het raam, maar ze wouden niet naar binnen komen. Dacht dat je aan het zingen was? Ja. Echt Italiaans, gewoon deed je bakken en zingen? Ik dacht dat ik Ramazzotti was. Maar ja, toen ik moest, hij deed ze, dus ik moest mensen dus helpen. Ja. En ik had eieren, dus ik gooi met eieren tegen het raam. Met flesje wijn, alles wat ik had heb ik tegen het raam gegooid. En die mensen gooiden terug. Zo, leuk is dat. Alexandra wil gek doen. Nou. Maar goed, die hand zat er inmiddels tot zover in. Ja, hè, toen. Tot zover. Maar wat gebeurde er toen? Wat gebeurde? Je gooide met eieren. En ik gooide met eieren. En ik zag dat mensen wel naar binnen keken, maar ze kwamen niet naar binnen, omdat ze zagen dat rook of zo was en niemand wou naar binnen. En toen? Toen ik niks meer had om te gooien, ging ik gewoon nog een keer om help roepen, maar niemand kon me helpen. Dus toen was je dood? Toen was ik dood. Geen 10 minuten later, zag ik... 10 minuten later? Ja, 10 minuten later, ja. Maar waar was die hand dan gebleven? Ja, in de deegmachine. Toen kwam jij langs? Toen kwam... Ja. En vertel eens wie je bent en wat je doet. Ik ben Mark en ik probeer een beetje verzekeringen te verkopen bij Roepassurantie in Duist. Dus jij komt als Piet, mensen bij de mensen thuis. Ik durf bijna niet te vragen. Iemand riep help. Pizza bakken, ja. Wil jij een ongevallenverzekering van mij? Ja. Ja. Ben jij van mij? Nee, ja. Maar goed, jij zag hem, dus je dacht, ik God... Ik zag hem zitten en ik gooi eieren terug, nee. En, dus ik heb eigenlijk niet zo heel veel gedaan. Ik was ook zelf een beetje in paniek, want hij gilde een beetje en had heel veel pijn. En toen heb ik 0611 gebeld. En toen kwam keurig politie, brandweer en ambulance. Brandweer, politie en ambulance. Ja, nou, het was heel verschrikkelijk, want we kregen hem niet los. Dus er moest brandweer bij om hem los te snijden en dat apparaat moest kapot en... Dat is uiteindelijk allemaal gelukkig heel goed afgelopen. En is het ben je gehandicapt of niet? Nou,
toen ik in de ziek, want toen kwam die brandweer, die ambulance, en die bracht me naar het ziekenhuis. En die keek naar die arm en zei van, nou, dat kan misschien moeilijk worden. En toen ik in het ziekenhuis was, hebben ze van rondjes van gemaakt. Ik bedoel, rondjes? Ja. Oh, rundjes, rundjes. Ze hebben de rundjes van gemaakt. Maar nee, dat is niet zo goed. Dus, Oké, ze gingen rundjes van je maken toen. En toen zei ze van dat ik nog meevaarde, dat ik twee weken mee rust moest houden. Met de sisser afgelopen. Ja, maar toen hij weg was, was hij zo dun geweest. Ja. En mensen proberen iets, maar ik voelde geen pijn. Dus, nee, je dacht dat het helemaal gevoelloos was. Ja. Oh, joh, ik voelde helemaal niks meer. Nee, ik voelde helemaal niks zoiets meer. Van, je bent de rund als je met vuurwerk stunt, ja, handje. Ja. Zoiets was het, ja. Dus, maar goed, je bent er gelukkig van afgekomen door de hulp van je engeltje. Dus. Ja, we komen last but not least. Zeg even wie je bent. Ik ben Pierre. Ja. En je hebt jij hebt ook een heel positief engeltje dit jaar op je rug gehad, want je bent ijskoverkoper. Precies. Het was niet aan te slepen dit jaar. Ja, je hebt een gigantische omzet gemaakt afgelopen zomer, of niet? Het was bijna slapend rijk worden, ja. Ja. Hoeveel heb je verkocht, denk je, ongeveer? Sap. Ja, maar je kunt goed... Je hebt een hele fijne, goede zomer gehad. Ik heb een hele goede zomer gehad. Het leuke is dat je een heel speciaal ijskoop. Je bent niet van de grote giganten zoals Magnums en Soekjes en Raketjes en Fiets. Je bent echt een particulier ijskoopverkopertje. Klopt. Dus je maakt ook zelf alles aan. Alles, ja. Moest je dan niet overwerken? Ik heb 80 tot 100 uur gedraaid in de week. Hoeveel mensen had je in dienst? 10. Hoe oud ben je? 25. Hoe lang ben je begonnen? Dit jaar. Per 1 februari. Dat was een gigantische investering. En een gigantische winst heb je gemaakt. Nou, de bank kreeg nog wel een boel geld van me, dat ik begon. Ja, oké, maar je kunt wel een 13e maand uitbetalen aan je personeel. Dat zal wel lukken, ja. Hoeveel is dat dan? 2 dozen obliehoorntjes. Een paar rijstaarten. Hartstikke goed, bedankt jullie die hier waren. Geniet van het eten. We hebben iemand die heel mooi kan zingen over de engel Gabriel. Hij is hier, hij wil heel graag voor u zingen. Geef een hartelijk applaus. Hier is Reniet Friese. Ik had een eigen engel en die heette Gabriel. Die engel had ik nodig, want ik kneep hem als de Heer. Hij sloeg meteen zijn vleugels uit bij elk gevaarlijk spel. Een heilig soort gevogelte, mijn engel Gabriel. En onder glazen stoppen zag ik de Madonna staan. Er brandde dan een lampje bij en voor het slapen gaan werden alle kinderen gewassen in de tuin. En dan het Onze Vader die op het koude zijn. Wat dat beren toch zou zijn, dat deed ik vroeger nooit, en daarom ging het toen zo fijn. Ik steek nog wel eens een kaarsje aan, en ik sla nog wel eens een kruin. Maar het gaat toch niet zo lekker meer, als vroeger bij ons thuis. Wel eens huimen naar mijn engel Gabriel. Ik heb hem wat verwaarloosd, dat is waar, ik weet het wel. Maar zit ik in de pizza, in de rats of in de ruim, dan roep ik net aan.
Dank je. De engel Gabriël was ook de engel die Maria bezocht in haar hutje. En tegen haar zei, je krijgt een kind, maar wees niet bang, mijn kind. Het is niet van Jozef, het is van iemand anders. Nou, dat is natuurlijk heel schokkend. En zeker voor 1994 jaar geleden een vrij revolutionaire ontdekking om tot ontdekking te komen. Dat je zo op die manier kinderen kunt krijgen door onbevlekt ontvangen te worden. Er zijn nog meer andere manieren tegenwoordig anno 1994 hoe je kinderen kunt krijgen. En twee van die mensen wil ik graag mee praten. Dat zijn Mickey en Yvonne. En die willen ook heel graag een baby. Waarom, Mick? Wij willen al heel graag heel lang graag kinderen. En wij hebben daar heel lang over gepraat, we hebben heel lang over nagedacht. We hebben eerst alle dingen gedaan die we graag wilden doen. Heel veel gereisd, we zijn de hele wereld over geweest. En we zijn nu een beetje gesetteld, een mooi huis gevonden. En we besloten dat we nou aan willen beginnen. Ja, jullie samen. Wij samen, ja. Weet ook al, jullie hebben ook bedacht wie uiteindelijk het gaat dragen. Ja, onze Gabriel komt uit Veenendaal. En ja, die gaat het dragen. Ja. Oh, sorry, ja, ik dacht Gabriel, aan het donor. Nee. Wie gaat het doen? Ik ga het dragen. Ik word zwanger van Gabriel uit Veenendaal. Ja, die het gaat doen. Ja. Maar ben jij, vind je het niet erg dat zij het gaat doen? Nee, helemaal niet. Jij wil het ook niet? Nee. Maar toch, de wens voor iedere vrouw is toch om een keer het leven binnen jezelf te voelen? Of heb jij het helemaal niet? Nee, dat heb ik helemaal niet. Nee? Nee. Je hebt ook iemand gevonden. Wie is dat? Dat is een hele goede vriend van ons. Daar zijn we een aantal jaar geleden mee in contact gekomen. Daar zijn we mee gaan praten. En die heeft uiteindelijk besloten dat hij wel donor wil worden. Maar is het een goede vriend die geen kinderen heeft, die ook graag... Ja, hij is getrouwd, hij heeft 2 kinderen. Hij wil graag meer kinderen. En het moet ook iemand zijn, vinden wij, die bekend is en die ook op de achtergrond aanwezig is. Ik wil heel graag, en wij willen heel graag een bekende donor hebben in het jaar. Maar die man die gaat dus bij jullie, komt dus op bestelling. Maar wat vindt die echtgenote er dan van dat ze weet dat Henk naast het potje gaat piezen? Dubbel dan, hè? Die echtgenote wil geen kinderen meer, dus die vindt het al prima. Oh, prima. Ah, ja. En die komt dus naar jullie toe en die moet ook op de achtergrond beslissen over het wel en wee van jullie kind. Nou, die is alleen op de achtergrond aanwezig eigenlijk. En we willen wel een soort van bezoekregeling. Maar wij zijn de hoofdopvoeders, dus wij nemen de beslissingen. Maar als hij bijvoorbeeld heel erg ruzie gaat maken om de schoolkeuze of om wat het kind later zou willen, hoe gaat het dan? Ja, dat bepalen wij, de schoolkeuze. Ja. Maar je kunt die banden nooit afsnijden. Dat kan je wel bij bijvoorbeeld een spermabank, als je een anonieme donor en vader hebt. Maar je kan die banden niet afsnijden. Nee, maar anoniem, dat zou ik mijn kind zelf niet willen aandoen. Kijk, dat is natuurlijk iedereen's eigen keuze. Maar kijk, wij zijn de hoofdopvoeders, wij nemen de beslissingen en daar is hij mee akkoord gegaan. Dus ja. En Yvonne, als jij nou, want dan gaat zij dat doen, heb je niet het gevoel dat je dan derde wiel aan het wagen wordt? Nee, helemaal niet. Nee, want wij zijn toch degene die het kind opvoeden, samen. Ja, maar hij zei natuurlijk misschien meer dan iets van, ik heb lekker iets van hem. Kun je jou nog misbruiken? dat gevoel zou je niet hebben? Nee, absoluut niet. Ga je het nou heel romantisch doen? Ga je het heel erg technisch doen? Van, op de moderne manier van, jongens, kwakje erin, mannetje eruit en wachten maar? Nou, nee, we gaan het met zo'n prachtig setje doen van de Rutger Stichting. Ja, die hebben wij bij ons, dat zagen we ook. Er zijn tegenwoordig Rutger Stichting setjes te verkrijgen. Wacht even. Goed, ik krijg de lepel er niet uit. En dit is het. We hebben het bij ons. Ja, dit is het setje waar we het over hebben. Dat is het zogenaamde Rutger Stichting setje waar je thuis. Misschien een leuke tip voor tweede kerstdag met de kinderen. waar je dat thuis kunt doen. Dit is het. Wat is dit? Nou, dit moet naar binnen gebracht worden. Ja. Lijkt me duidelijk. Daar moet het in, ja. Daar moeten die 400.000 kindertjes in. En dan is dit het... Oh, dit moet er binnen gebracht worden, hè? Wacht even, dit is het... staat er nou op? Het is houdbaar tot 30 juni 97. Ja. Wat ga je dit doen? Hier moet je het inspuiten, hè? Ja. En breng je het naar binnen toe. Dus en dit is het... Hier kun je een buikspreek echt mee voeren als je klaar bent. Hallo, was het lekker? Ja, was het lekker? Ja, dat ging goed, Mickey. Dat wordt een jongetje, hoor. Dat wordt een jongetje. Ha, 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 ha. Als een jongetje wordt, dan noem ik een paal. Ja, weer gek, meid. Ik heb er heel last mee. En daar ga je het mee doen?
Ja. Oh, maar doen jullie ook nog muziek erbij of iets dergelijks? Ja, je kan het zo romantisch maken als je zelf wil natuurlijk. Nou, maar heb je al iets champagne erbij? Ja. En jij mag er ook bij zijn. Ik moet erbij zijn. Ja, ja, ja. En hoop het natuurlijk dat alles goed gaat. Ja, goed, is de eerste poging binnenkort, dus afwachten. Ben je al, wanneer word je weer vruchtbaar? Ben je al vruchtbaar? Aankomende week. Wat spannend. Ga je ook deze week doen? Of? Ja. Echt waar? Ja, de afspraak is al gemaakt. Dus hij is op afroep besteld. Ja, precies, ja. De vriend ambulante spermadonor. Ja. Oh, wat leuk zeg. Ja, ik hoop dat het allemaal heel erg goed gaat met jullie. En ik hoop dat deze bevruchting ook slaagt, dat we over 9 maanden een kleine spruit van Yvonne en Mickey tegemoet kunnen zien. We hebben ontzettend veel 30 fantastische spruitjes achter ons. Jongens, ga eens even lekker staan. Ja, mag van de dirigent. Jullie gaan zingen het speciaal nummer Jesus Child. Wat gaat hij doen? U bent ook een dirigent. U bent gewoon de melkboer die even langskomt. U bent een... Welkom. Het gaat zingen Jesus Child. Het is het maar stedelijk jongenskoor. Die zingen Jesus Child. Luisteren, we praten nu wel over al deze kerstavond. Er zijn zoveel mensen de komende dagen bezig om het allemaal ons naar ons zin te maken. Die zich de kleren werken om ons maar de gezelligste kerstdagen van het jaar te geven. Eerste kerst zitten we allemaal onder de pannen, maar tweede kerstdag waaien we uit. We gaan naar pretparken, we gaan naar leuke voorstellingen doen, we gaan naar de Leeuwenkoning. En natuurlijk, de helft van Nederland rukt uit naar de bekende kerst, de kerstmeubelboulevards. En we hebben een kerstmeubelboulevard hier. Ga lekker mee op deze fijne kerstavond meubelboulevard. Eikenhouten designtafeltjes met kersen gekleurde afwerkingen, rijk geschakeerd, heel veel kleuren. Hey, Stef Meder! Hey, hallo! Ben je aan het snabbelen? Ja, ik ben proberen wat te vinden voor kerstavond. Hartstikke lekker. Mijn vrouw, klein cadeautje. Ook klein cadeautje. Je speelt heel vaak op meubelboulevards, nooit. Ja, hoe meer liever. Maar meestal bij jou. Ja, meestal. Maar ik heb niet zoveel meubelboulevards. Dan mevrouw Meder, die zit hier ook. Hallo, mevrouw Meder. Gaat u allemaal met Stef mee? Ja, altijd. Dat is gezellig, hè? Heel leuk. Wat gaat u morgen met kerst doen? Eten met de kinderen. Heeft u helemaal klaar, alle gerechten? Alles is klaar. Ziet u leuke meubels hier in de omgeving? Ja, daar zo. Leuk is het, hè? Ontzettend. U bent meubelverkoper. Hallo, Paul de Leeuw. Handquist. U bent Handquist. Gaat u ook met kerst lekker eten? Eerste kerst nog wel. Ja? Wat gaat u eten? Kalkoen? Nee, hou ik niet van. Er zit te weinig poot aan zitten natuurlijk. Ja, gaat u vis eten dan? Het zal wel vlees zijn. Fazant. Misschien, ik weet het. Eend. Spek. Het zou allemaal kunnen. Wie gaat het maken? Gaat u vrouw het maken? Nee, die heb ik niet. Heb u dan? Oh, u hebt wel een partner, dat weet ik. Meta de Vries! Hi! Oh, even lekker boulevard omroepen. Ja. He, gezellig. Ja, en je werkt nog steeds voor Eurojazz, hè? En gewoon. Ja, maar dit doe je er gewoon lekker bij. Een beetje snabbelen tijdens de kerstdagen. Hartstikke goed. Prachtige meubelen. Harimasa. Hallo. Het is modern. Leuk. Kom jullie even bij mij op bed zitten als jullie willen? We hebben namelijk hele speciale gasten hier. Kom even als jullie willen. Even op bed. Stef, hou even op. Oké, bedankt. Hey, ik ga even weer praten met mensen. Want hier hebben we namelijk een aantal Maria's. Die hebben namelijk, jullie hebben afgelopen woensdag meegedaan aan de Radio Rijnmond Maria-verkiezing, hè? Wie heeft er gewonnen? Jij hebt gewonnen. Ja. Waarom heb je gewonnen? Omdat ik de beste ben. Ja, maar waarom ben je dan de beste? Wat moest je doen?
Wij hebben een bepaalde test gedaan. En ik ben uitgekozen. En wat voor testen moest je dan doen? Eerst moeten wij pamper wisselen. Luiers verwisselen. Pampen verwisselen. Luiers verwisselen. Ja, dat bedoel ik. Daarna moeten wij een liedje zingen. En daarna moeten Wat? We moesten op een ezeltje rijden. Ik vind jou veel meer, Maria. Vind je? Ja, ik ben tenminste zwanger. Ben je echt zwanger? Ja. Wat heb je zwanger laten maken? Nou, ik weet eigenlijk niet hoe het erin kan missen. Laten we eens kijken. Dit is kussen. Hey, had je een idee hoe Maria eruit moest zien? Ja, zo'n beetje zo. Zoals ik er nou uitzie. Met zo'n leuke tuin aan ook. Ja, maar het is koud buiten. Ja, maar dat was Maria. Ik heb geen onderdak. Je had toch een stalletje? Ah, nee, die heb zij nou. Ja, wat zij gewonnen heeft. Maar het is toch zo. Jij bent een hele jonge Maria. Ja. Ja, dat is dat voldoende. Hoe oud ben je? 13. Maar zo oud was Maria toch niet? Jawel. Is dat zo? Ja. Was Maria zo jong? Ja. En toen al zo vruchtbaar? Ja. Ongelooflijk. Waar kom je vandaan? Dordrecht. En jij bent opgegeven door je moeder zeker? Nee. Door wie? Dan door jezelf. Ja. Je lastte, je dacht, ik ben de perfecte Maria. Ja. Ja, waar kom jij vandaan? Ik kom ook uit Rotterdam en ik heb ook meegedaan aan de verkiezing. Maar had je ook niet idee? Gewonnen? Nee, ik heb nooit een Maria gezien met piercing in de neus. Hoor. Nee. Ik heb nog nooit een Maria gezien met piercing in de neus. Ik ben een moderne, dus dat kan, denk ik wel. Jij dacht echt, een moderne interpretatie van Maria is gewoon een Maria met piercing. Sluier en dat heb ik allemaal niet. Maar jij bent een beetje een black Maria. Black Madonna. Ja, maar ook nog zo. U bent de oudste Maria, geloof ik, hè? Ja, ja, ja. En u dacht, ik doe gewoon wat blauws aan. Ja, ik doe gewoon wat blauws aan, ja. Mooie en kleur. Dacht u dat u zou winnen? Nee, nee. Waar komt u oorspronkelijk vandaan dan? Uit Rotterdam. En wat doet u? Ik? Ik ben huisvrouw. Dat is toch, daar hoef je er helemaal niet voor te schamen. Hè, huisvrouw is toch een heerlijk beroep als je het hebt. Ja, zeg, hoe mensen die geen kinderen hebben die heel graag huisvrouw zouden wezen? Ik heb wel kinderen, ja. Ja, anders kun je ook geen huisvrouw zijn, hè? Ja, dat kan wel, maar dan wel met een lijf en dakje huisvrouwtje, hè? Ja. Die alleen maar een man heeft te verzorgen. Hoeveel kinderen heeft u? Twee. Oh ja, heb ik even nog de laatste nou. Dat is een beetje, ja, van ik doe een doek om en dat doe ik net of ik Maria ben. Ja, tuurlijk. Ja. Kom hier ook eens aan. En wat, hier, Cor, speel een Swiebertje. Daar is Swiebertje, daar is Swiebertje. Meid, wat een ontzettend leuk kostuumpje heb je aan. Heel erg best opgedaan. Ja, dat merk ik, maar wat zit er hierin? Natuurlijk. Zo, blackie. Dacht je dat het echt was? Ja, dat dacht ik. Dacht je het heel. En je hebt ook nog een rugzakje. Laat even je rugzakje zien op je rug. Geweldig. Hadden jullie wel een idee van hoe Maria er oorspronkelijk uit zou zien? Had jij iets van, het zal wel blauw worden? Ja, ik heb het wel eens gezien in een boek. Een stal. Dan zag ik een blauwe Maria. Niet zo blauw. Nee, nee. Je dacht dat het was. Ja, een hele mooie kleur. Doet pijn aan de ogen, maar het is een prachtige mooie kleur. Bedankt jullie hier waren. Geniet nog even van de meubelboulevard. En al die meubelboulevards die vragen natuurlijk op tweede kerst of je absoluut naar naartoe wil komen. En dan zingen zij als ware soort komt allen tezamen. Zijn we in de zaal? Leven we nog in de zaal? Hey! Pak even jullie liturgie, dan gaan we zingen. Komt allen tezamen. Ja, John, speel jij even orgel. Moet gaan we hier nog een beetje winkelen. Enig op proces toe. Zo nieuw, dat moeten we nog berekenen. Oh, maar het is wel een mooie stoel. Geweldig. Kijk, zet maar in, jongens. Het ziet er prachtig uit, echt waar. Komt allen tezamen. Oh.
Pampers. We zijn toegekomen aan onze alternatieve kersttoespraak. En ik wil graag citeren uit vers 16 tot 33 van 38 af. Het was in den dagen dat Maria den Bethlehem voerde en zij de woorden verklaarde, dat wilde ik nou even kwijt. En dat is ook de toespraak van vanavond. Ja, poppers, het was natuurlijk de hoogzwangere Maria die al ingeklipt en wel op het ezeltje reed en maar één gedachte had. Dat wilde ik nou even kwijt. Ze liep daar te horsen en te klossen. En die vliezen die braken bijna van mijn kanten. Dat ezeltje dat hobbelde en sobbelde maar. En die oetlul van een Jozef die liep bij mij naast de rem. U kent het wel, die doet het zelf. Hè. De timmerman die liever een avondje naar de gamma was gegaan. Maar nee, hij moest weer naar het heilige plaatsje Bethlehem. Omdat ze Pontius Pilatus hoekende de beukeles pas. Die wilde dat het hele zootje naar Bethlehem kwam, omdat hij wilde tellen de koppen die het stadje Bethlehem rijk was. Ja, dat moest gebeuren. En zo ging Maria met Jozef en het ezeltje Bethlehem binnen. Op zoek naar een stal die ze niet konden vinden. Want ze wilden eerst naar een hotelletje. Naar een gezellig cozy hotelletje. Maar ja, waar was een hotelletje te vinden? En ja hoor, daar ginds in de verte. Daar was het eerste Van de Valk Hotel al zichtbaar. In Bethlehem, gerund door de overgrootvader van Gerrit van de Valk. Fiot van de Valk. En ze hadden nog een heel klein kamertje over. Maar Gerrit zei... Ja, Maria, Jozef, je kan wel binnenkomen, maar je neemt wel het hele kerstarrangement. Nee, zei Maria, ik wil het slechts voor een dagje even persen, even spuiten en weer terug. Nee, zei Gerrit van der Valk, als je komt, moet je ook kijken naar mee moet. Afijn, Maria, zei, maak het uit. Jozef zegt, rot op, ik ga niet met dat kankerhotelletje zitten. Dus toen zei Gerrit, rot jullie ook maar op. En Maria en Jozef stonden weer op straat en ze dachten, dat wilde ik nou even kwijt. En ja hoor, daar in de verte was het kleine stalletje zichtbaar. Het kleine stalletje, wat ze bijlag als een pittoresk Eftelingplaatje. In dat stalletje gekomen zagen ze een os, twee ezeltjes en de fokstier Herman. Die als een gezellige stier Jozef en Maria toelachten. Kom maar binnen, kom maar binnen, kom maar binnen, kom maar binnen. En Jozef en Maria gingen naar binnen en weldra geschiedde het wonder. De vliezen braken. Er kwam anderhalf liter vocht vrij, waar ze later in Bethlehem nog een leuk golfslagbad van hebben weten te maken. En weldra was het kleine veentje geboren en lag het kittelend en kattelend in de kribbe te wachten op zijn papa en mama. Twee grote ogen keken papa en mama aan en het kinderke was geboren. En Maria zei, hè, dat ben ik lekker kwijt. Afijn, de hebbetjes lagen bij nachten, hoorden het geschreien en riepen als een gek. Wij gaan lekker naar die stal toe, wij gaan lekker naar die stal toe. En de drie wijzen uit het oosten, je weet het wel, professor Fouten, professor Galjaard en professor Smalhout, gingen als een gek naar het stalletje toe om het feest te vieren. Maar hoe ging het kinderke heten, dacht Jozef. Maria zei, Jozef, hoe moeten we het kinderke noemen? Nou, zegt Jozef, zeg jij het maar. Ze keek in het kribbetje, zag de grote ogen en zei, we noemen het Gordon. Jozef zegt, rot jij gauw op, die gooide gelijk zijn kop tegen de kribben. Nou, die kribben lazen erom, dat babytje pleurde er weer uit. Die fox die Herman begon al levend te masturberen in het rond tegen professor Smalhout aan. Die het wel een medische blunder vond, maar toch wel erg lekker. Afijn, het werd een zootje, dus Jozef zegt, open gaan hoor, we noemen hem gewoon naar je zus. Je zus. Toen zei Maria, mijn zus Christus. Ja, de zus Christus. En zo wilde geschieden dat het kindje werd genoemd naar je zus Christus. En dat wilden we even kwijt. Uiteindelijk kwam er een grote olifant met een hele grote snuit. En die blies het verhaaltje uit. Boppers,
Ik wens u een vredig kerstmis. Ik zelf weet niet hoe ik het ga doorbrengen, omdat ik vorig jaar nog wat problemen met mijn vrouw heb gehad, maar dan wil ik u niet meer lastigvallen. Maar ze zeggen prettig kerstdagen, een gelukkig nieuwjaar en tot de volgende keer. Filmpje. Vorige jaar, als huwelijk was stuk, dus voor goed uit elkaar. Vrienden, ze zeiden me aan, we vieren feest in jouw kipcaravan. Ik zei kerstavond, het vorige jaar, met Bob toch weer samen, oh ik vond het wel raar. Nou ik ook vrienden, oh ze zeiden me aan, vrede op aarde, geniet er toch van. Bob en vrienden op naar Haamstede zijn. In de auto. In de auto. Oh, begon die te snauwen. Nooit van je houden. Dat je het huwelijk van me nooit hebt gehouden. Nooit. Bob wou geen kerstboom in de caravan. Geen kerstboom. Omdat ik zei hij zelf een sparrenboom ben je. Maar mijn vrienden ze zeiden kom Bob bij kerst horen bomen. Nou, rot op. Dat heb Bob me tot eind Pasen kwalijk genomen. Komt door jou. Dus voor goed uit zo'n kaart. Net als Charles en Leiden, ze zeiden me aan. We vieren feest in jouw kipcaravan. Oh, kerstavond, het vorige jaar. Met Bob en Bob weer samen, ik vond het wel raar. Vrienden, ze zeiden me aan. Vrede op aarde, ach God, je vrouw is er van. Harry, ga jij net als de hennes is een tijdje naar de hei, naar buiten. Op weg naar buiten ben ik 6 keer gevallen. En toen ik weer terug was, ben je ik op mijn kerstboom ballen. Met Sjaan trok hij wijn uit hetzelfde glas. Ik zat bij Adrie's vrouw net gestorven was. Dat is heel erg, Bob noemde kersthoor. Kersthoor en zat maar te lallen. En ja. Express liet hij met mijn champagnekurken knallen. Vorige jaar lachen, het was stuk, dus voor goed uit. Is geen champagne, champagne vrienden, ze zeiden me aan, we vieren feest in jouw kipcaravan. Oh, kerstavond, het vorige jaar, met Bob toch weer samen, oh, ik was wel wat raar. Vrienden, ze zeiden me aan, vrede op aarde. Ik kon wel janken, maar ik mocht niet naar bed. Want Bob die lag met die Sjaan op het chemisch toilet. En toen ik weg wou, begon Bob zomaar te razen. En dreigde mijn brommen en mij op te blazen. Niet doen! Bob noemde me toen Annie-Kalkoon. Hij zei dat ik iets aan mijn vulling moest doen. Oh, hij zei buk voorover. En voor ik kon gillen, dropte hij eieren 8 tussen mijn billen. Vorige jaar, als huwelijk was stuk, dus goed uit elkaar. Vrienden, ze schuiven ze een beetje op. Een beetje op een kwartel eitjes leggen. Kerstavond, het vorige jaar. Kijk eens, kijk eens. En Bob toch weer samen. Ik vond het wel raar. Annie, kijk eens, de verrassing voor je. Vrede op aarde. Maak me open, het is een cadeautje voor je. Die komt wel, die komt wel. Nee, die komt wel, zing op, het is een cadeautje voor je. Kijk dan. Maar Monique, ik ga geen strijkers in mijn handen houden, Bob. Jo, mij uit die handen. En aansteken. Niet, Bob. Maak me jou een grote spluitswam. Jo, loop niet zo aan te stellen. Nou, dat kennen we nou wel. Ga nu dat medelijn opwekken. Word je gek, Bob. Dat is zo erg. Nou, heel erg. In Vietnam is het stukje erger. Oh.
Kerstavond is een hele bijzondere avond. Het is zeker zo'n avond dat je met z'n allen bij elkaar zit. En ik dacht, misschien is het nog leuk om een speciaal nummer te hebben. En ik dacht, er is bij misschien één iemand die misschien een speciaal nummer voor me zou kunnen maken. Of een speciaal nummer zou hebben. En dat is Toon Hermans. Dus ik ben naar hem toegegaan en ik zei, Toon, heb je een nummer voor me? Toon, heb je een nummer voor me? Of ik een liedje voor jou heb? Ja. Ja. Kerstverrassing. Nee, ik heb een liedje, maar ik heb meerdere liedjes voor je, want je weet, ik hou van je werk en ik vind dat je het prachtig doet allemaal. Maar ik heb een liedje dat heet Het Wonder. En dat heeft toch iets van de kerstsfeer. Iedereen kan ervan denken wat hij wil, maar het heeft iets. Misschien is dat iets voor je. Ja, zullen we het samen zingen? Het hele lied? Nou, ja, gewoon het liedje. Maar ik ken niet helemaal over, moet ik eerlijk zeggen. Nee, maar gewoon samen. Het lied, ik ken niet helemaal. Nee, we kunnen toch samen zingen? Begin jij. Nou, laten we het samen doen. Dan begin jij met zingen. Beginnen? Ja. Moet ik even nadenken. In de stilte van het voorjaar heb ik het wonder wel eens ontmoet. Als het witte bloesems sneeuwde in het gras. En ik heb het laten sneeuwen op mijn hoed. In de stilte van het voorjaar, dat je zachtjes schreien doet. In de volte van de zomer zag ook ik het wonder staan. In de veldboeketten en het gouden koren. En in de nachten vol met sterren en een dichterlijke maan kon ik het lieve liedje van het wonder horen. De een noemt het wonder, de ander het lot, wie weet hoe het heet, mag het zeggen. De een zegt, het is wonder, de ander zegt God, maar er is niemand die het uit weet te leggen. Toch zijn er wel van die momenten, dan zie je veel meer dan je ziet. Dan zie je het wonder van lente. Of het nou God is of niet. Je voelt diep van binnen een wonder. Dat meer is dan bloei in een boom. En dat is toch wel heel bijzonder. Al heeft het ook iets van een droom. De een noemt het wonder, de ander het lot. Wie weet hoe het heet, mag het zeggen. De een zegt het is wonder, de ander zegt God. Maar er is niemand die het uit weet te leggen. Toch is het alsof het leven ons soms iets vertelt. Dat meer is dan geluk of verdriet. Leven is meer dan een dwaas of een held. Zonder het wonder leven we niet. Zeggen. De een zegt het is wonder, de ander zegt God.
maar er is niemand die het uit weet te leggen. Prettig kerst, Toon. Dankjewel, hetzelfde. Dank je. Yeah. Yeah. Dames en heren, en het orkest van Cor Bakker. Prettig kerst, Cor. Wat ga je doen met kerst? Werken. Werken weer. Ga je weer werken? Vertel even welke snackbar we je kunnen bewonderen. Wimpy. Als dat Wimpy. Ach, jongen. Cor. Luister, we kennen elkaar nu al zo'n 6 jaar. En we hebben nog nooit kerst samen gevierd. Jij moest werken en ik kon gewoon lui liggen. Maar ik moet je wel vertellen dat vanmorgen toen ik naar Almere rijd, want natuurlijk, ja, dat doe je omdat je in Almere moet zijn, hè? Ontkomt er niet aan. Hè? Ontkomt er niet aan. Ja, dat stond niet in je tekst. Oh. En toen reden we zo langs het meer, weet je wel? Dat, ja, die zee, ik weet niet wat het Almere plas. En zagen we die rijp, zagen we over de weide heen gaan. We zagen heel veel mooie herdertjes zagen. We zagen wat mooie hertjes echt. Plek afgeschoten, morgen gaan we daar goed van maken. En toen dacht ik van, god, wat is toch mooi om hier kerstfeest te vieren. Vind je het ook niet, Cor? Ja, absoluut. Heb je kinderen? Ja. 6, toch? En dan vraag ik me af. Zeg mij, het is niet waar. Zeg, je bent aan dromen. Van een kerst met sneeuw. Zeg mij. Het is niet waar, sneeuw zal toch niet komen. Zeg mij, het is niet waar, het leek me al zo raar. Net als een sprookje uit vorige eeuw. Een Anton Pieck brandt van kerstmis met sneeuw. Zeg mij weinig kans op ijs te kunnen lopen, schaatsen uit het vet. Zeg mij dat ik droom op sneeuw te blijven hopen. Zeg mij, geef het op, geen sneeuwbal of sneeuwpop. Het wordt weer een kerstmis met enkel nat weer. Een kletsnatte kerstmis, niet minder, niet meer. Zeg mij, het is niet waar. Zeg, je bent aan het dromen van kerst met sneeuw. Zeg mij, het is niet waar. Zeg mij, het is niet waar. Allemaal.
Zeg mij, het is niet waar. Ik hoor niks. Zeg mij, het is niet waar. Oh, oh, bedankt! Van de Herman House Band. Van, hoe gaat het er weer? Is een schuilhoek achter glas. Voor degene met de dichtbeslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet u weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene
met het vruchteloze zoeken moet u weten, we zijn allemaal samen. Zie, werk, huil, wit, lach, werk en bewonder. Zie, vecht, huil, wit, lach, werk en bewonder. Degene met zijn slapeloze nacht, voor degene die het geluk niet kan behalen, voor degene die niets doet, alleen maar wacht, moet u weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots, op zijn risicoloze hoge toren, op zijn risicoloze hoge rots, moet u weten, zo zijn wij niet geboren. Zing, vecht, huil, wit, lach, werk en bewonder. Zing, vecht, huil, wit, lach, werk en bewonder. Zing, vecht, huil, wit, lach, werk en bewonder. Voor degene met zijn open gezicht, voor degene met zijn naakte lichaam, voor degene in het witte licht, voor degene die weet, we komen samen. Zing, fijn, huil, wit, lach, werk en bewonder. Zing, vecht, huil, wit, lach. We gaan even kijken, want u zag misschien een hele grote stoel langskomen. We hebben het over de engeltjes gehad een half uurtje geleden. Maar hier zit iemand die echt last had van een duiveltje. Want dit is een stoel, een soort namaakstoel. Paul van den Berg, je bent kunstenaar. Vertel even wat er dit jaar aan duivels met je gebeurd is. Nou, ik heb een beeld gemaakt van 10 meter hoog. Dit beeld. Een 10 stoel. Meter hoog, een stoel. In de zee. Daar heb ik 4 maanden aan gewerkt. We hebben nog heel veel andere mensen echt weken en weken tijd in zitten. Gigantisch veel geld is ermee gemoeid geweest. En iedereen had zich erop verheugd. Jij zou hem in de Noordzee zetten, bij Zandvoort, hoor. Ja. Of Scheveningen was het? Nee, bij Zandvoort voor het jaarlijkse kunstcircus. Maar dit beeld zou dan overblijven en het zou een paar jaar blijven staan. En nou maanden en maanden aan gewerkt. En het heeft er 30 uur gestaan. Ja. Er kwam noordwest windkracht 10 en het beeld was weg. Het is weggeduwd, eigenlijk weggehaald door de zee, hè? Dat is wat we denken, maar we weten het niet zeker. Er zijn heel veel geruchten dat het omvergetrokken is. Er waren een hoop mensen tegen, want mensen zijn altijd tegen kunst. Ja. Dus een hoop gemopper en gedoe. Veel geruchten. Ja. Veel mensen leren schaatsen achter een stoel. Dan heb je deze stoel meegenomen? Wat is het voor soort stoel? Dan kun je niet achter leren schaatsen. Nee, ik moet nog heel veel leren, ook schaatsen. Maar, je kunt niet schaatsen? Ik kan niet schaatsen. Oh, wat raar. Je ziet er echt heel erg Hollands polderachtig uit. Ja, jij ook. Maar, ja, ik kan ook schaatsen. Ja, niet. Dat weet wat ik ga niet. Je gaat een documentaire maken over die stoel, hè? Die is bijna klaar. Dat wil zeggen, we zijn met de proefmontage bezig. En, het is, er waren zoveel krankzinnige aspecten bij, want de eerste plaatsing mislukte.
Het mocht niet over zee, dus het moest via het strand gemaakt. Er moest een dijk de zee ingebouwd worden. Echt een krankzinnig verhaal en we hebben prachtige beelden. En nou, we proberen nu mensen zover te krijgen dat we die film ook echt af kunnen maken. En jij bent wel weer bezig met kunst te maken. Ja, dus, dat heeft je niet ontmoedigd. Nou, ik ben er wel heel somber van geweest. Nou, ik hoop dat je er gauw overheen komt en dat je een leuke tafel weet te maken of een bankje. Hey, dan heb ik applaus, Paul van den Berg, onze kunstenaar. We hebben allemaal soorten schaatsers uitgenodigd. Hier zijn twee kunstschaatsers. Zijn jullie dan Nederlands kampioenen? Ja, Nederlands kampioen ijsdansen. Ijsdansen? Ja, dat is wel iets anders dan kunstschaatsen. Nee, kunstschaatsen. Ja, maar het is anders dan kunstrijden op de schaats. Ja. Nee, dit is onderdeel ervan. Ja, maar je mag hier toch geen pirouette en dubbele rietberg. Nee, je moet elkaar vast blijven houden. Ja, 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 ja. En hoe lang zijn jullie al een kunstrijdpaar? Anderhalf à twee jaar ongeveer. En gaan we nou wat te zien krijgen op dat kunstrijdniveau? Dat echt een paar Hollanders weer die eremitaal in de wacht slepen. Net zoals jaar geleden Jan de Leeuw. Een maand geleden waren we eerste geworden in Zagreb. Dus. In Zagreb, ja, maar dan hebben we geen televisie van ons kunnen ontvangen. Ja, dat is vreemd, hè? Dat heb je gewonnen? Goud. Ja, de gouden medaille. Ja, en wat voor spelen waren dat dan? Nee, dat was gewoon een internationale wedstrijd in Zagreb in Kroatië. Ja. Nou, gaan jullie dan mee aan de Europese kampioenschappen? Ja, we gaan in januari naar de Europese kampioenschappen, in februari naar de Universiade in Spanje en heel waarschijnlijk in maart naar de wereldkampioenschap in Duitsland. Hartstikke spannend, wat goed zeg. Nou, succes. Dit zijn de ijshockeyers. Ja. Zijn jullie van het Nederlands team of wat zijn jullie? Ja, van het Nederlands team, ja. En hoe gaan we met ijshockey in de wereld? Ja, goed. Wat ons team betreft? Ja, best wel goed. Het Nederlands team heeft afgelopen weekend goed gedaan. Wat hebben we gedaan dan? Vier landen toernooi gehad. Tegen hele goede tegenstanders zijn we derde geworden. Ja, derde? Ja, derde, ja. Ja, shit, wat de eerste moeten worden. We hebben tegen Zweden gespeeld en ja, die zijn heel sterk. Die ook net iets te hoog voor ons, ja. Ja. En welke landen waren nog meer? Want dan heb je nog twee landen erbij. Canada en Denemarken. En Denemarken hebben we verslagen? Die hebben we gelijk gespeeld. En die waren natuurlijk heel hard bezig met een boon aan het zoeken in een griesveelputtertje. Voor de kerstdagen. Hey, en hoeveel mannen zitten in het hockeyteam? 22. En allemaal van die stoere mannen zoals allemaal jullie? Hoop ik dan. Ongelooflijk. Wat is jullie volgende wedstrijd? Volgende wedstrijd is het WK in Slowakije. Wanneer? In april. En hebben jullie altijd al ijshockeyers willen worden? Ja, zeker. En is alles vulling? Is alles bescherming, wil ik zeggen. Hey, prettig, ja, ze gaan zo schaatsen, mijn hele redactie lopen op te fokken. Het is kerstmis, een beetje kerst. Had ik niet dat die redactie misschien niet? Het is een beetje kerstgedacht, hè? Lijkt een beetje doen mee meer 5 jaar geleden, jullie. Jullie zijn shorttrackers, hè? Ja, klopt. Wat houdt dat nou weer in? Korte baan. Op een ijshockeybaan zo hard mogelijk rondjes rijden. En dat doe je met de hand, dan moet je met je hand proberen die bocht te scherp nodig te nemen, hè? Ja, dat klopt. Het is heel scheef door de bocht gaan met je hand op het ijs. Het is een 111 meter baan, dus je moet constant snel rijden. Maar het is toch geen meisjesport, shorttrekken? Jawel hoor. Ja, jawel hoor. Het is niet echt een meisjesport. Het is, het wordt heel veel geoefend door dames. Bij de dames gaat het ook heel snel, bij de heren gaat het heel snel. Het is echt een individuele, hele goede sport en het is ontzettend mooi. Echt en hoeveel rondjes moet je nou maken? Zoveel mogelijk 5 rondjes in een minuut? Of, Nou, het is een 500 meter, je hebt een 1000 meter. Oh, dan moet je achtervolgen, hè? Ja. Wie eerst voor de finish gaat. Dat heb je ook, dus een koppelkoers. Ja, ja. Dat is, en je hebt individueel rijden dus. En met team doen we ook. En wat is jullie eerste wedstrijd? We hebben zo'n 2 weken is een landelijke wedstrijd in Zoetermeer. Dat is een internationale wedstrijd. Hartstikke leuk. Hoop goed te rijden daar, ja. Nou, we komen allemaal kijken. Dat beloven we. Ik kan helaas niet, maar de rest komt wel kijken. We gaan op het ijs staan, gaan jullie prepareren. Want we gaan speciaal naar een ijsshowtje kijken. En terwijl we dat doen we onder de geweldige klanken van heerlijke muziek. Zij heeft de Arnie de Reuven bokaal gewonnen een maand geleden. En dan gaat nu ons zingen. Hier is kleine vogel Arie Paschier. En de kou die ging je echt door merg en been. De bomen kaal en koude stille straten. Ik keek eens door het raam en buiten zag ik heel alleen. Een vogeltje verzwakt en zo verlaten. En was niet meer voeten, dus nam ik het beestje mee. Kleine vogel, ga maar zweven, vlieg zo ver als je maar kan. Kleine vogel.
Met nog een vogeltje aan sjouwen. Ik wist dat dit zou komen, maar toch deed het mij wel pijn. Ze stonden met z'n tweeën voor de ruiten. En trots naar haar keek hij me aan vanaf het rand van zijn. En zat begon hij toen voor mij te fluiten. Door onze liturgie. Door een stille nacht, heilige nacht. Oh, er moet iets van. Stille nacht, heilige nacht. Wie zijn hier? Iedereen klaar? Het koor, waar is die korenlijn? Bij jou voor slauwen? Oké. Okay. Stille nacht, heilige nacht. Feest met onze geliefden en onze dierbaren in onze familie of met vrienden en kennissen. We zijn natuurlijk genoeg mensen die heel graag kerst zouden vieren op een plek waar ze het liefst zouden zijn, maar dat helaas niet kunnen, omdat ze moeten werken, omdat ze gedwongen zijn om ergens anders te leven.
En al die mensen wens ik heel veel sterkte in deze moeilijke en zeer moeilijke dagen. Vind ik wel voldoende. Hij zit nu bij de kerstboom met zijn ander. Mijn kinderen die zingen Stille Nacht. Al stil zal het voor mij wel echt wezen. Want niets, niets wat ons verdriet verzacht, hè jongens? Nee. Voor ons zullen er geen kaarsen branden, niet echt. En ook de kerstboom is zonder piek. Oh, ik ben zo alleen bewaken. Waar moet ik heen? Oh, voor ons klinkt geen kerstmuziek. Oh, mijn kinderen nog wat geven. Uit het diepste van mijn hart. Prettig kersen, een lied van mijn vaken, vol met smaak. Prettig kersen. Met kerst is altijd heel erg, er zijn altijd die mooie momenten die je als kind kunt beleven, die worden altijd heel erg dierbaar. Zo weet ik als kind, ik zat als kind altijd heel erg geknield voor de kerstboom. En dan mocht ik voor mijn familie, mocht ik dan als enige bidden. En dan stond ik te bidden, of dan zat ik te bidden en dan zei ik altijd, lieve Heer, zorg dat iedereen gelukkig wordt. Ja, ik was heel romantisch in die tijd. En dan zette mijn vader zette dan heel romantisch de plaat voor Louis van Dijk op. En mijn moeder zette hem dan zachter. En ik zette hem dan af en dan zei ik, lieve Heer, midden in de winternacht ging de hemel open, die ons heil ter wereld bracht, antwoord op ons hopen. Elke vogel zingt zijn lied. Het dus, waarom zingt gij niet? Laat de flieters slaan, blaas de fluiten aan. Laat de bel, laat de beltrom horen. Christus is geboren. Vrede was het overal. Wilde dieren kwamen bij de schapen in de stal. Zij speelden samen, elke vogel zingt zijn lied. Herders, waarom zingt gij niet? Laat de zieten slaan, laat de fluiten aan. Laat de bel, laat de beltrom horen. Christus is geboren, ondanks winter. Laat de zieken slapen,
silent, de herdertjes lagen bij nachten. De herdertjes lagen bij nachten. Ze lagen bij nachten het veld. Zij hielden getrouwen en wachten. Ze hadden hun schaapjes geveld. Daar horen zij enkele meiden. Hun liederen vloeiend en klaar. De herders naar Bethlehem en Dingen. Het is tegen het nieuwe jaar. Daar wordt aan de deur geklopt. Dat is een kwaas liedje. Goed. Ken nog iemand een leuk kerstliedje? Hè? Yo ho, yo ho, yo ho, yo ho. Nee joh, het moet wel een beetje stemmig, zoals het met kerst moet zo. Yo ho, yo ho. Yo ho, 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 hallelujah, yo hallelujah, yo hallelujah, yo hallelujah, ya, yo ho. Ja, hallo, hallo. Naar museumschatten beginnen, dat is ook gezellig. We gaan er een einde maken. Ik hoop dat u thuis een beetje een fijne avond hebt gehad. Ik wens u ontzettend prettige dagen toe, de kerstdagen. Tussen kerst en nieuwjaar is altijd een hele belangrijke week van bezinning. En ik hoop dat u daar ook heel goed doorheen komt. Ik zou willen eindigen met u een hele prettige dagen te wensen. En misschien tot het volgend jaar. Dit is het koudste jaargetij, en in die chaos zitten wij. En buiten is die grijze brei, van mist en mest en maatschappij. Dans met mij, dans met mij, dans met mij, dans met mij, dans. Na-na-na-na dans, na-na-na-na dans, dans, dans. Oeh, dans. Het feest van kerstmis gaat voorbij. De herders slapen op de hei. Maar in de dorpen klinkt geschrei. Nu komt Herodes' slachtpartij. Dans met mij, dans met mij, dans met mij, dans met mij, dans. Na-na-na-na dans. Na-na-na-na dans, 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 oeh, dans. En weer gauw komt er een jaar langzij, met elke dag een nieuw karwei. En elke dag diezelfde rij, van wolven in een schaapskledij. Dus dans met mij, dans met mij, dans met mij, oeh, dans met mij, dans. Na-na-na-na. Voor jou en mij, dus dans met mij, dans met mij.
Als u wilt weten hoe het is om jachtvlieger te zijn, dan kunt u tot en met 30 december terecht op de open cockpitdagen in het Militaire Luchtvaartmuseum in Soesterberg. Als u in de buurt van Arsen bent, in en rond de kasteeltuinen van Arsen, dan kunt u getuige zijn van de winterse bloemenshow Winterwonderland. Het adres is Linkporterweg 26. Ja, Boppers. Daar wordt gegeten en gekookt voor de rijken. En ik ben maar een arme. Ik moet het maar doen. Met een kroket. En wat het zat. Omdat ik zo stom ben geweest om een vrouwtje de deur uit te gooien. Ik heb nog geen eens gestudeerd en ik moet het doen met een zak patat en een kroket. 2 kerstdagen lang. Au, 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 au. Minister Pronk, heb je ook een beetje voor mij? Amsterdam. In het Bijbels Museum kunt u de tentoonstelling Midden, Wierook en de Gouden bezoeken. Verlicht worden de reis, de aanbidding en het feest van de drie koningen. De tentoonstelling is nog tot 26 februari. Dan gaan we naar Amersfoort. Op eerste kerstdag signaleert Harry Klein, en dat is de assistent van Derek, in de boekhandel Tappert zijn autobiografie. En dan gaat het over zijn tweede huwelijk, het gaat over verslaving aan drank, het gaat over zijn